Kooikarpers bezig in de tuin. Zetten ze weer. Nee. Wat zien jullie er alle drie? Hey, wij hier hoor. Wilde visjes. Wat is dat? Jakkes. Dat is mooi, Luxie. Dat is hem. Ja. Ja. Drie generaties. Kikkie de kikker. Goed lekker blijven. Een schoon huis. Nou, ja. Al best wel veel. Kijk, er komt. Goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's. Familievloggers. En het is weekend, zaterdagochtend. Ja. Ah, lekker aan het ontbijt. Ja, ontbijt. Ik kreeg vandaag weer gezellig met ons. Daniel. Goedemorgen, Sammy. Komt Sammy er ook even bij? Zachtjes, hè? Goed zo. Op jouw schoot. Nou, Luxie zit hier even lekker met Sammy te knuffelen. Hou er goed vast. Oh, ja, goed zo. En Lucilla, die is hier aan het kleuren in haar kleurboek. Nee, het is een boek wat je in kan lezen. Een schoolboek. Schrijfoefeningen, schrijf- en teloefeningen. Dat vind ik altijd heel leuk om te doen. En nou ja, ik zat nog aan mijn boterhammetje. En Luan is weer met de kastjes bezig. Nee, hier Oh ja, daar had Luxie mee gespeeld laatst. Oh echt? Ja, die had ze daar verstopt. Nou papa, proost hè? Ja. Op het weekend. Lekker. Je dacht, we gaan niks doen vandaag, maar wie weet wie er vandaag nog even komt. Opa is alweer vroeg naar de Hoornbach. Is opa bij de Hoornbach? Ja, ja. Echt? Ik heb er één gevonden. De helft is goedkoper dan daar, zal ik ook lopen. Ik ga komen. Maar. Wat heeft hij gevonden dan? Waar we voor nodig hebben, ja, dat zie je straks. We gaan een heel klein stukje. Je hebt in je hand, maar ik weet. Wat is een vitaminepilletje, papa? Ja, zoveel tarnieren, moet ik extra vitamines likken. Ja, ja. Ja, wat jullie wellicht hebben meegekregen, is dat we dus die visvijver daar buiten hebben. En daar zijn we van de week, toen het nog mooi weer was, heel mooi mee bezig geweest om die vijver wat schoner te maken, omdat we daar graag visjes in wilden. Even een beetje te kijken, mee, je luxe in de gaten houden. Het enige wat ik vroeg aan opa is, goh, opa, wat voor een soort visjes denk jij dat leuk zijn in deze vijver? Nou, en met die vraag als gevolg, dat opa helemaal weer hierin opging. En die is het hele weekend weer, is hij volgens mij weer bezig geweest met kijken naar leuke visjes. En hij is van allerlei ideeën, zijn er weer ontstaan. Ja, dat is opa. We hebben een hele creatieve opa, zoals jullie wellicht hebben gemerkt in onze vlogs. Ook met de speelzolder leefde hij zich helemaal uit. Maar ook nu vindt hij het weer heel erg leuk om dus inderdaad die visvijver op te knappen. En daar wellicht heel leuke kooikarpers in te gaan laten zwemmen. En de kinderen waren dan ook heel erg van... onder de indruk. Hij had allemaal plaatjes al laten zien en wat voor soort visjes er allemaal waren. Ze vinden het helemaal leuk bij ons. En we hebben in principe dus schijnt best wel een goede vijver om daar dus kooikarpers in te laten zwemmen. Nou, en in eerste instantie zei mama van nou, hè, voor ieder kind één visje, dus vier visjes. 10. Maar kwam opa gisteren mee aan. 10 kooikarpers. Hij had de prijsje gezien. 10 voor een prijs van zoveel. Dan hoor ik de papa en mama's al onder ons denken, kooikarpers, die kosten een vermogen. Dat klopt inderdaad. Maar opa is weer gaan spuren en die heeft een website gevonden bij een soort fokker. En daar kun je, ik geloof, hoeveel zijn die? 5? 1 keer scheppen? Nee, 10 kooikarpers voor 25 euro. Ja, 10 kooikarpers voor 25 euro. Alleen heb je geen idee welke soort je krijgt. Nee, je mag maar 1 keer met de schep erin en dan zitten er 10 in. Dus welke kleurtjes het allemaal aan zitten. Ja, en welke soort is ook anders. Ja, je hebt natuurlijk verschillende soorten kooikarpers. Het kunnen de hele dure zijn, maar het kunnen ook gewoon een wat minder bijzondere zijn. Dat is dan een beetje gokken wat je dan schept. En ik vroeg ook van, is de kwaliteit van de visjes dan wel goed? Van aangezien, je wilt niet dat de visjes de dag later erbij, de dood bij liggen. Nee, maar opa heeft dat ook even uitgezocht. Ja, dat Luxie zit hier nog steeds met Sammy te knuffelen. Maar dat was allemaal goed. En opa had even gezien tussen de 18 en de 40 kunnen de visjes worden. 40 jaar. De 18 en de 40, ja, nou ja. Ik weet ook niet, het ligt denk ik ook een beetje aan wat voor een visje je krijgt. Volgens mij denk ik boven 40, maar ook weer onder de 45. Maar de kleur die we vandaag gaan krijgen, want dus opa, die mooie vissen moeten wel heel goed zien.
Dus dan moeten we eigenlijk mooi wit Bahama's zand op de bodem hebben. We kunnen beter die hele visvijver, al het water eruit halen, de hele bodem leegmaken. Want als er straks kooikarpers in zijn, dan willen jullie ze natuurlijk wel zien. En nu is het, onder is het heel modderig en vies blubber. En dan zie je straks de vissen niet en dat zou zonde zijn. En jongens, er komt ook een rekje over de vijver heen. Maar dat komt dus pas als we daarmee klaar zijn. Want we gaan eerst die hele vijver schoonmaken. Maar ook daarmee gaan we zeker jullie advies in acht nemen. Dus dat is ook aan het speuren. Wat een week kan gaan doen. Ja, jongens, een nieuw project, de visvijver met kooikarpers. Dat wordt het nieuwe project waar we nu weer een beetje mee gaan bezig zijn als straks het voorjaar begint. Hopelijk een mooie kooikarper. Vijver. Heel leuk. Nou, Sammy zit nog lekker te knuffelen. Van 10. 10 zei opa gewoon, hè. Dus zodoende, jongens, beginnen we vandaag aan ons nieuwe project. En dat is natuurlijk de visvijver met de kooikarpers. Waar opa ook heel erg enthousiast van is geworden. En de kinderen ook. En natuurlijk vinden Daniel en ik het ook heel erg leuk om mooie visjes in onze vijver te hebben zwemmen. Het is gelukkig best wel een grote vijver, dus ze kunnen er best wel wat in kwijt, blijkt achteraf. En opa die weet er best wel veel van af, dus gelukkig hebben we altijd handige opa bij de hand. De kinderen zitten nog heel even, het is zaterdagochtend, dus ze zitten nog even lekker te chillen voor kindertelevisie vanochtend. En ja, ook al is het weekend jongens, opa was er weer vroeg bij vanochtend. Dus Daniel die heeft ook de laarzen weer aangetrokken en opa is meteen naar buiten gegaan. Vanochtend hier nog even lekker zitten kleuren met de kinderen. Maar ze zijn alweer buiten bezig. Het is niet te geloven, jongens. Non-stop. Ze gaan maar door. Kijk, ze zijn alweer buiten bezig in de tuin. Bij de visvijver. Het volgende project. En ik ga eens even kijken. Gelukkig is het niet meer zo super koud. Het vriest niet meer. We hebben geen sneeuw meer. Gelukkig, want we waren er een klein beetje klaar mee. Hopelijk kan nu echt de lente gaan beginnen. Maar we eens even kijken hoe de vijver er op dit moment bij staat. Want ja, we hadden natuurlijk een tijdje geleden hadden we al wat onkruid eruit gehaald. Het beginnetje was al gemaakt. Maar toen kwamen we er eigenlijk achter dat hij toch nog best wel heel erg vies was. En kijk, goedemorgen vader en zoon. Goedemorgen. Zitten ze weer. Met de handen in de aarde en in het water op het moment. Ja. Nou, dit is dus de vijver zoals hij nu is. Dit komt eruit. Dat is eigenlijk best wel... Ja, het ziet eruit als blubber, maar ik denk dat het nog wel mooi kan groeien. Maar dat gaan we zien. Maar tot nu toe... Hey jongen, ben je er ook bij gekomen? Luan heeft zijn blubberlaars aangedaan. Heel goed, kerel. Ja, dan hebben we de drie generaties bij elkaar. De Bellinga's. Oh. Nou. Ja, het plan is om hem dus leeg te pompen, maar volgens mij moet eerst van alles eruit gehaald worden. Het is wel bij. Dit is, volgens mij stond daar een fonteintje op. Was het een onderzetter van de fontein? Ja, maar dat zetten we er hier maar bij. Kijk, dit komt er allemaal uit. Opa heeft hier een tuinslang erbij. Hier, potten. En ja, deze boomdingen. Dat is ook nog wel, trouwens nog wel leuk. Dit zijn waterpompjes die eruit komen. Heb je nog van zo'n dikke tuin? Luan heeft toch even zijn muts opgedaan. Het is toch een beetje frisjes, jongen. Kijk. En dit was dus die waterpomp. En dit is het een filter? Ja? Was het een filter? Ja, dat weet ik ook allemaal. Heel vies. Ik dacht dat die grote de filter van de... Maar dat is filter van je fonteintje, die moet helemaal gewoon. Nou, die moet dus ook helemaal schoongemaakt worden. Dus de opa heeft de stenen er alweer afgehaald. En nou, zelfs een kruiwagen erbij gehaald. Luan die gaat even de palmboom water geven. Wat opa dus heeft bedacht is een tuinslang in de vijver hangen. En dan pompt hij water van de vijver door de tuinslang heen. En daarmee kunnen we de tuin besproeien. Dus dan kan je eigenlijk heel makkelijk het vijverwater weer gebruiken. En Luan die gaat dan de plantjes water geven, jongen. Weer snel toch? Dat is dus zo'n zuiger die het water eruit zuigt. Door die tuinslang heen. En dan kunnen we daar maar even besproeien. Korte dan, jongens. Nu omhoog, hè? Nee. Ja, dan hoeft hij minder hard te drukken. Nou, dan gaan we eens even kijken wat er allemaal onder dit vieze modderwater zit. Om hem weer helemaal mooi schoon te maken. Ik ga weer naar de meisjes toe naar binnen. Ja. Wij komen straks nog even kijken. Ja, mooi project weer deze zaterdagochtend. De meisjes die zitten weer lekker binnen. Oh,
toch wel een beetje frisjes als je geen jas aan hebt, jongens. Nou, mijn mooie fantastische krokjes uit. Dus zoals jullie zien zijn de mannen alweer met de visvijver bezig. En ja, de meisjes zitten gewoon even lekker nog te chillen voor de tv. Even lekker aan de gang. Oh, kijk, dat is zo schattig. Hallo meisjes, wat een leuk gezellig theekransje hebben jullie hier. Zitten jullie samen lekker nog cornflakes te eten? Nee! Oh, wat dan? Bijenkoekjes. Bijenkoekjes, ja. Luxie noemt dat bijenkoekjes, want er staat een bijtje op de verpakking, hè. Ja, nou hartstikke goed. Ach, woezeltje, woezeltje. Waar is hij, mijn woezel? Mijn woezel loopt naar buiten. Mijn woezel naar buiten. Oh, zoek je Pip. Waar is Pip? Oké, dan zoekt hij Pip. Woezel, waar is Pip? Pipje, waar is Pip? Ga zoeken dan. Ga zoeken dan. Waar is Pip? Waar is Pip? Nou, Pipje, waar ben je dan? Pip? Is Pip hier? Nee. Waar is Pip? Is Pip buiten, Woezel? Oh, hij is buiten. Och, Pip is buiten. Wil je ook naar buiten, Woezel? Kijk. Nee, honden praten niet, maar je snapt precies wat ze bedoelen. Wil je naar Pip? Kom maar. Gaan we naar buiten? Ja, ben je naar buiten? Zo, ga Pip maar zoeken. Pipje, is Pip buiten? Ja, ze hebben elkaar gevonden. Daar zijn ze weer. Lekker in die tuin. Nou, ik ga naar papa toe en jouw opa. En zijn paarden buiten de vijver aan het doen. Dus ik ga even kijken. Ik zit jullie ergens in neer. Nou, straks dan. Nou, ga ik in de kast. Ja, ik pak de schoenen. Dan kunnen jullie zo, kunnen jullie naar me kijken zo. Beetje anders. Ik doe natuurlijk wel mijn schoenen aan me doen. Anders ga ik niet zoeken naar buiten. Dat is ook niet handig. Dan pak ik jullie weer op. En dan gaan we staan. Even kijken welke jas van mij is. Of dezelfde jas. Oké, Luxie, dat moet de andere van mij zijn. Ja, ik. Ik leg jullie alweer even zo neer. Zo. Zo, deze zit open. Zo. Dat is wel. Ja, hij zag me wel. Nou, ga ik naar buiten. Zo, we zijn buiten. Dan op naar open en Leon en papa. Ja, ik wil ook helpen. We hebben de vijver twee pompen aangezet. Dat duurt wel een uur of drie, vier voordat die bijna leeg is. En we gaan nu dat huisje versterken met nieuwe houtbalken en nieuwe houten vloer. Gaan we mee helpen? Ja. Het hele zandbak ook uitgehaald. Dank je. Ga je die even weghouden? Ja. Goed, hij valt zo naar beneden, hè? Wow. Moet je hier nog alleen en de landetje of zo kopen? Ja, die moeten we dan nog even maken. Ja. Ondertussen staat Daniel hier met een heel gek ding. Ja. Wat is dat? We zijn al begonnen met hoge drukspoot. Toen zei opa, nee, moet je eerst met de bladzuigen. Alle blaadjes omkruid even wegzuigen. Oh, dat is een bladzuiger. En dan ga ik straks hopelijk nog een beginnetje maken met de hoge drukspuit. Ze moeten natuurlijk even wachten tot die hele vijver leeg is gepompt, voordat ze weer verder kunnen. Dus de pomp die staat hier aan. De tuinslang die is, die ligt in het gras, zie ik. Zie je, Lucilla? Is de vijver bijna leeg? Ja. Kijk, en als die leeg is, dan kunnen we hem gaan schoonmaken. Zie je dat? Maar nou moet hij nog even wachten. Want hij is er bijna. Hij is al over de helft. En opa en papa kunnen natuurlijk niet stilzitten, terwijl ze moeten wachten. Dus Daniel die is blad aan het zuigen. En opa is het tuinhuisje. Stond hier een heel oud tuinhuisje, ook nog van de vorige eigenaar. Die stond hier.
Jullie horen het al, opa is het tuinhuisje aan het verstevigen. Zodat de kinderen er ook in kunnen spelen. Ik ga het zo pijn doen. Kijk. En dit huisje was eigenlijk een soort plantenbakhuisje. En dat was niet meer helemaal veilig. En dan kunnen ze daar wel in. Alleen, het was nog niet zo handig, niet zo veilig. Kijk, daar hangt zelfs een klein kruidbordje in. Dus daar hebben wel kindjes in gespeeld. Dus ja, kijk, opa heeft nieuw hout gehaald. En daarmee wordt alles even wat steviger gemaakt, zodat de kinderen er ook weer in kunnen spelen. Nou, dan eens even kijken waar Luan is. Luan is niet hier, hè, jongens? Nee. Lu? Hoi, mama. Welkom bij de dierenopvang. De dierenopvang, waar ben je? Hier. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Hier, achter het kastje. Ach, kijk dan. Welkom bij de dierenopvang. Zit jij hier met Woesel en Pip te knuffelen? Ja, ik heb een dierenopvang. Oké, okay, wat houdt dat in dan? Nou, dat houdt in, want Woesel en Pip die staan een beetje in de weg altijd bij opa. Oh. Dus nu moest ik maar ergens een verblijf maken waar ze wel konden. Nee. Dus hier bij de hele scheur en bij de voortuin kunnen ze komen. Oh, maar wat doet die hond dan gek? Ik weet dat niet. Dat is een rare hond. Woezel. Hé, Lexie. Oh, had je dat al gedaan? Ja. Nou, ze hebben al gewoon de plantjes water gegeven. Ja, dat hebben we al gedaan. Goed gedaan. Pippen. Goed gedaan, hoor. Maar wij vermaken ons wel, hè? Ja, ik zie het. Kijk, oh, dan moet daar ook nog. Maar daar hebben we toch nog geen plantjes, of wel? Ja, dat doe ik normaal, anders oh, ze doen het gewoon. Droog. Oh, nou, dit zijn dus de plantenbakken die nog niet gevuld zijn, maar wel water krijgen. Ja. Het gaat trouwens hartstikke goed met het kastje. Oh, weet je wat jullie kunnen doen? Nou? De moestuintje maatjes kunnen jullie even opbouwen. We hebben van Albert Heijn ook even heel veel van die moestuin maatjes. Oh, kijk, dat zijn deze. Maatjes. Ja, die ken ik. En er zitten zaadjes in, als het goed is. En als je die water geeft, komen er allemaal bloemetjes, plantjes en fruitjes en groentjes uit. Ja, dan moeten we deze even. Dat is maar net wat erin zit. Zo. Ja, heb ik van die bakken gehaald, want dat kun je misschien hier opzetten. Kijk, kan je die zo hier mooi neerzetten op het rekje. Kijk, dan moet je heel voorzichtig zijn, want je hebt... Oh, nou ja, dus niet zoals mama het dus openmaakt. Want dan valt het dus uit. Dan weet je niet meer wat het is. Je hebt dus een zakje... En je hebt dus grond erin zitten. Oh, die andere. Waar is die nou? Nou, man, dat is zonde. Nou, mama, dat moet het dus even niet doen zoals mama het deed. Eén zit een bloemetje in, denk ik. Dit is de bloem wilde marjolein. En dit was, weet je even niet meer. Nee. En dan pakken we die aarde. Die hebben we in water gedaan. Dan doen we die aarde erbovenop. In eentje zit er dus het plantje en de ander zit dus een zaadje. En hier hebben we dus... Het, de grond in het water gedaan en het gaat losweken. Zo pak ik een beetje, is dit al verzacht? Ja? Ja. En dan duw je het een beetje aan. En dan zetten we ze hierin. Ja, je hebt allemaal namen hier staan. Alleen we weten even niet wat en niet alles staat erbij. Dus we doen het even zo. Deze moet nog. Dan gaan we het volgende doen. En we hebben er nog genoeg te gaan. Wat heb je gevonden? Diertje die kan oprollen. Laat eens even kijken. Kijk, heel klein diertje die kan oprollen. Kijken. Hier zijn wormpjes zitten hierin. Mooi, Sil. Mama. Oh, en jij ook. Heb je die zelf gevangen, Luxie? Ja. Heeft Lucilla dat gedaan? Ja. Heb je een beetje geholpen? Eens even kijken hoor. Deze die ook... Ja, oh mooi. Heel nu mooi, Luxie. Thuis geven. Ja, ga ze maar weer in de tuin zetten. Ergens een mooi plekje bedenken. En dan moet je weer andere zoeken. Ja. Doei, meisjes. Hebben opa gevonden hier. En nu gaan ze weer lekker naar huis. En dan gaan we andere vangen. Oh, waar zou ze thuis zoeken? Luxie, wij komen hier. Jij? Als jouw de... Hier doet. Paasei! Paasei! Wow, nu niet vallen. Papa! Papa! Paasei! Ja! Ja! Luxie, pak maar je vergroot. Paasei! Luxie, hier ga ik jou wormen, ja? Dan ga ik bijna hier doen. Oké, doe ik jou even open. Zo. Zo.
een vind je het ander. Kijk. Het water liep niet goed weg. Dus dacht ik alle rekjes eraf. Alles leeg scheppen. Kijk, dit moet ik allemaal nog, Lux. Kijk, en dan schept papa het allemaal in de kruiwagen. En als ik beestjes tegen... Ik heb eet. Oh, je hebt een eitje gevonden. Ik heb nou, pak het wormpje. Want er zitten heel veel diertjes in. Okay. Ze zijn klaar. Ja. Hier staan ze allemaal. We hadden alleen niet meer weten we van alles wat is. Alleen wat we nog wel wisten, die hebben we er wel ingezet. Ja. En die andere is een verrassing als ze uitkomen. Ja, dus als ze een beetje beginnen te groeien en je ziet het, ja, dan kunnen we ze hier, ja, bijvoorbeeld hier nog, deze, die kunnen we dan daarin doen. Ja, we hebben even bewaard. Ja. We hebben nog een paar bakjes over. Ja, nog 8 te gaan, dan zijn ze dus, helemaal ik ben benieuwd, jongen. Dit staat er ook goed bij. Hier hebben ze ook water gegeven. Deze beginnen trouwens ook echt super goed te groeien. Dit zijn kropsla. Dit is broccoli. En hier hebben we lenteui staan. En dit is rode ui. Dit is citroen. En een normale paprika, een normale tomaat en een cherry tomaat. En hier de aardbeidjes. Ja, en ik weet niet of dit nog gaat lukken. Maar dit zijn, wat waren het ook alweer? Zaadjes, bloemetjes of zo, denk ik. Ik weet even niet meer. En hier hebben we natuurlijk al de kruiden staan. De mint en de peterselie en de basilicum staat ertussen. En hier, deze hebben ze ook een keertje opgebouwd. Dat was het eerste wat ze hebben gebouwd. Geplant eigenlijk. En ik moet zeggen, kijk, deze heeft Luan er later bijgezet. Daar komt, oh, nog niks uit. Hier volgens mij wel. Kijk, hier zie je. Hier zie je al dat er wat uitkomt. Die heeft Luan de laatste keertje hier ingezet. En je ziet toch al die andere plantjes. Hele kleine groene dingetjes. En hier zie je dat ook, dat er toch nog wat uitkomt. Ondanks dat ze best wel veel water hadden gehad. Dus die doen het ook nog. En zelfs deze fruitboompjes. Die staan ook al super goed in bloei. Die beginnen ook al echt groen te worden. Dat was eerst nog allemaal tak. Dus in dat opzicht gaat het hier hartstikke toppie in het kastje. Opa kan alles maken en restaureren. Gisteren heb ik de hele zandbak ook gezeefd. En kijk eens, och opa. Ik heb er een gevangenis. Nee, dat is jullie huisje. Kijk dan maar een schoon grasmatje. Zelfs bij het zwembad, kunstgras. Mooi. En dit heeft het allemaal nieuw gemaakt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wauw, mooi vloertje, pa. We laten het kastje weer even achter ons. En we gaan eens even kijken hoe het is met het water uit de visvijver. Of dat er al uit is. En of we al kunnen gaan beginnen met het schoonmaken van de bodem van de visvijver. Oh, wat leuk. Er zit er gewoon een bodem in. Dit was eerst weg. Oh, liefie, wat leuk huisje. Oh, klop, klop, wie is daar? Is daar iemand? Hey, wat schattig. Eens kijken, Luxie. Dit is toch te schattig huisje. Oh, liefie. Heel erg leuk dit. Toch wel leuk gedaan, opa. Een beetje opknappen en je kunt het weer gebruiken. Leuk, Lux. Ja. Mooi huisje. Ben je er niet uit? Ben je er niet uit? Nou, dan blijf jij bij opa, goed? Ga ik even kijken bij Luan en Lucilla. Ja. Nou, opa hier verder met de boor. Lucilla gaat helemaal op in de wormpjes zoeken uit de grond. Ze is er helemaal niet bang voor of zo. Ja. Ga je het bakje weer even pakken? Ja, nou, ondertussen is trouwens de visvijver bijna leeg. Maar we zijn er nog niet. Dus ondertussen zijn we toch nog eventjes wormpjes aan het zoeken. Hier in de kruiwagen van papa en pissebedden. Het water liep niet goed weg. Oh. De grip was allemaal afgehaald. Ah, vogelklusje. Ja. Kijk dan. Van het ene klusje valt in het andere klusje. Maar ja, we weten het in één keer goed doen. Want volgens mij is de bouw van het huis niet open geweest. Nee, ik zie het. Kijk, daar komen... Ja, ja. Kijk, en daar komen allemaal... Oh, kijk. Zeeuw. Oh, papa. Hoop. Papa, kom. Papa, ik dacht ik dikke niet. Kijk dan. Oh, dikke. Dit is echt een mega dikke. Niet kapot maken, papa. Die woont hier al 15 jaar. Oh, kijk dan. Dat is wel mooi, jongens. Mami, is er nog kijk, dit is echt een bron van wormen. Papa zei al. Nee. We hebben een hele dikke. Oh, kegel. Moet eens kijken bij Lucilla. Nee. Oh. Hoe ben je potje? Oh. Maar opa zei al, deze grond doen we terug op de coniferen. Ja, die gaan we weer gebruiken. Oh, heb je hem erin? Ja. Die dikke ook? Ja. Oh, kijk dan. Mini worm. Oeh.
Dit zijn er heel ja, en die gaan we jongens. Zo meteen bij die bakken doen. Waar die plankjes gaan neerzetten. Niet in het kastje, toch? Ja, nee, niet in het kastje. Niet in het kastje. Oh, ja, ik wil niet in het kastje. Niet als mama even de plantjes water geeft, dat ik overal regenwormen tegenkom. Lux, zie eens kijken hoeveel ze al hebben. Heel veel, een hele dikke. Hele dikke. Opa is de mooie boom aan het restaureren. Nou. Kapitan. Ja. Mooie. Mooie, Luxie. Dat zijn de regenwormen. Ja, Luxie heeft een groot oog. Dat is gewoon allemaal gewoon met hun handen, hè? Vind je dat niet glibberig? Nee. Ah, kijk toch. Kijk hier dan. Ik heb een dat is wel die gootjes om te kennen. Ja. Oh pap, ga maar weer wat verder. Nee, ik ga stippen. Ja. Kijk hier. Oh ja, hier. Oh daar. Ja. Hier, heel veel warm. Kijk eens. Glippen dan even. Oh, hier. Oh, papa. Papa. Ja. Ja. Hier hebben we de blubber. Heel, ik heb er een z'n kop van. Z'n kop, Zilla. Zilla. Ja, kan je ze goed zien, hè? Ja. Nee, jongen, dat is wel plat. Zie je ze, Luxie? Wat? Oh, kinderen, dit is goed. Waterslangen, waterslangen. Water? Slangen. Slang? Nee. Het zijn ook regenwormen. Oeh. Ja, kijk. Okay. Oh, dat is hele grote jongens. Oh, zo hier, pak ze. Pak ze. Kijk, dit bordje al helemaal vol zitten, jongens. Ja, ik heb hem. Ze passen er ondertussen alle drie in het huisje. Oh, heb ik ook een raam? Kijk eens. Ach, wat schattig. Passen jullie er alle drie in? Ja. Ja? Oh ja, deze deurtjes kun je ook nog dicht doen. Kijk dan, hoe schattig. Ik vind het wel een heel lief, schattig huisje. Goed zo, jongen. Toppie. Nou, heel de trechter leeg en weer dicht. En dan de vijver. Ja. Zo, om de grond. Oh, hier! Nee, het moet wat langer. Oh, het ruikt dit naar poep. Hé, waar die rode tanden vandaan? Ja, dan moeten we nog hier even hebben. Ja, als ik naar de rode tanden dan. Nou, jongens. Maar goed dat we hier geen visjes zijn laten zwemmen. Kijk, dan zitten ze helemaal onder de blubber. Je hebt laars aan, hè? Ja, ik heb laars. Kun je erin slapen? Dan ga je al die stenen op. Ja. Ja, je hebt de laarzen aan, kerel. Ja, de meisjes niet. Nee. Haal al die stenen die eens mooi. Oké, waarom moet ik? Ja, die mag je nog even laten leggen. Moet je eerst de kleur aanleggen. Hier nou. Ja, je wilt de visjes? Ja, ik wil vissen. Nou, moet eerst alle stenen eruit rapen. Ik denk hier manier alle stenen worden eruit. Zet ze op de grond. Hendrik, je gaat verder, hè? Hendrik? Zeg het wel. Ja. Zeg die salamander. Zat er een salamander? Had je hem gezien? Ik vroeg net langs je vingers. Een salamander. Een soort hagedis, ja. Zitten er ook nog in, jongen? Nee, die doen niks. Die zijn heel lief. Nee, die doen niks. Haha, die zijn heel lief. Ja, die stammen wel af. Die stammen af van de dinosaurus, ja. Alleen dan in mini-formaat. Oeh, wat is dat? Een lamp. Een lamp. Jongen. Gewoon been pakken. Hoppa. Nou. Hoppa. Zie je?
Ja, moet je omkeren. Ja, goed zo, Sil. Ja, omkeren. Goed zo. Ja, jij krijgt het weer. Oeh, nee, niet doen. Ik had je ingezoomd. Dan was je heel dichtbij. Goed zo, Sil. Nou. Papa zit daar nog met de kruiwagen. Dit is dus de modder die dus in deze vijver ligt. Die scheppen ze eruit. Maar eerst even de stenen. Ja. Als ik jou was, zou ik dat wel even doen, ja. Ja, zeg voor mijn verjaardag. Ja, doe maar. Ja. Als ik uitglij. Ja, dan ben je vies. Nou, hier hebben we de plantenbakken. Zo. Luxie heeft een mooi plekje gevonden. Neem even goed te kijken. Hoe groot de boeren zussen doen. En opa. En opa. Ja. Goed zo, Sil. Ja, kus. Oeh. Zachtjes moet je varen, maar die schermen hebben zo groot. Ga hier. Zo zachtjes, die kant op. En dan gaan we altijd water moeten naar uit, hoor. Ja, nog ga je. Goed zo, Lucilla. Dit nog wel. Ja. Heb je jurk? Moet je niet krabben met die vingers nou, hè? Heb je zwarte neus? Dat is mooi, Luxie. Ja, dit gaat nog wel even duren. Ja. Maar jullie zijn goed op weg. Nou, en de derry, die leggen we hieronder. Compost. Onder de heg. Het laatste stukje water uit de vijver pompt die niet meer weg, dus die gaan we even met emmertjes eruit scheppen. Afvragen hoe we eruit zien. Hoe we het van elkaar hebben gekregen. Maar helemaal onder de modder hebben we uiteindelijk opa en ik het toch voor elkaar gekregen. Het allerlaatste stukje bodem, water, modder vooral eruit te halen met die schep. Dus dat is gelukt. Nu met hoge druk spuit. Hem helemaal schoonmaken. Maar kijk wat wij vonden toen wij bijna bij het einde waren van de bodem. Dit is gewoon... een echte, en hij is heel mooi, jongens. Hier, mama heeft hem in een bakje gedaan. Kijk, dat is hem. Mooi is die, hè? Oh, maar mam. Die zat hier in de vijver. En die gaan we straks weer terugzetten. Ja, maar ik wil hem even kijken. Mooi, hè? En die gaan we straks dan weer terugzetten in de vijver. Goed? Nou, ze zijn nog heel even de drugspuiten doorheen aan het halen. En dan nemen we even pauze. Kijk, papa, dat is de kikker van onze vijver. Ja. In de Bahama's witte... Nou, dit wordt wel een heel mooi vijvertje, ja. We gaan naar Bahama's. Kijk, helemaal geen zand meer in. Modder. Nou, en de kindjes kunnen hier even lekker de handjes wassen, hè? Ja. Voordat we weer naar binnen gaan. Hartstikke goed. Ik moet heel goed, man. Ja, goed wassen. Zwaar. Ik heb het gevoel dat we allemaal naar de... blubber en de vieze visvijver ruiken, maar het is gelukt de vijver helemaal leeg te maken met het water. De modder en de blubber zijn weg, de hoge drukspuit is er doorheen gegaan. Dus in dat opzicht zijn we al super goed op weg naar een mooie visvijver waar straks onze kooikarpers in kunnen gaan zwemmen. Zo, de meisjes zitten ondertussen even lekker wat te kleuren en even wat lekker te eten. En ja, de mannen kunnen dus er geen genoeg van krijgen, want die zitten nog steeds in de tuin bij de vijver. De drie generaties Bellinga. Met z'n drieën werken aan de visvijver. Nou, dat is toch een uniek momentje toch, dacht ik zo. Nou, Luani komt ook binnen. Met de kikker. Ja, natuurlijk. Hij blijft toch niet alleen in de kou staan? Liefie, kikker hoort toch buiten? Ja, maar papa zei, je mag hem wel even... Even mee. Oké. Okay. Heb je ook al een naam bedacht voor de kikker? Kikkie. Kikkie de kikker. Ja. Oké. Okay. Hey, Lucie en Tosti? Ja, hij is ker. Ja, alleen moeten we nog brood in doen. Als ze even lekker tosti zet maken. Met ham en kaas, hè? Ja. Ja. Waar heb je papa en opa gelaten dan?
Ik zei, ga je nog heel even 2 uur bezig? Dat zei je dat ik? Nee, papa en opa zitten nog buiten, hè? Ja, ze zeiden, nou, we komen over een kwartiertje. Luan met zijn kikker aan tafel. Even lekker een tostie eten. Ja, nee, niet open doen. Nou, en als de mannen dan niet binnenkomen voor lunch, dan breng ik ze maar even naar lunch. Een lekkere tosti banaantje en een pilsje erbij. Want dat hebben ze wel verdiend. Mam, moet ik echt een pil open? Ik dacht, waar is een pilsje? Kijk eens, opa zit nog in de visvijver. En papa niet. Kijk eens. Ja. Oh, ben je het op een haartje? Het gasvuurtje. Gasvuur, hè? Kijk uit dus dat die handschoenen niet in de fik gaan. Nee, je kunt er wel een lamskoteletje op leggen. Ah, ja, met je kikker, Luan. Geen kikkerbilletjes hebben, alsjeblieft. Het is met bananen en bels. Er zit gewoon weer water in de vijver, jongens. Opa en papa zijn net kijk, maar... in de regen, een tijdje later. En het ziet er heel mooi uit. Nou, daar gaat het kikkertje. Ah, een schoon huisje. Ah, zie je hem nog? Oh ja. Kijk, hij zit op dat blad. Nou kunnen we hem weer zien. Zie je dat? Ja. Oh. Ik zie hem niet. Je kunt nou wel mooi door het water heen kijken. Kijk, dat ziet er weer mooi uit. Ja. Heel mooi gedaan. Alle wieven eraf scheppen. Ook dit weer bijhouden, jongens. En als je daarbij houdt, wordt het door de motor niet. Nou, dit ziet er mooi uit. Kijk, de plantjes er weer ingezet. Ja, zie je hem zwemmen? Ja, daar. Oh ja. Kijk, en hier het fonteintje. En daar zitten nog de lelies onder water. Die komen straks ook weer mooi boven, denk ik. Ik dacht dat het kuipers waren. Ja, dat lijkt er wel op, hè? Nou, er zitten nog geen visjes in. Nu kan je weer de bodem helemaal zien. En alles wat in de vijver is. Oh, kijk, een beestje daar op het water. Ja, grappig, hè? Die kunnen er weer nieuw leven in doen. Heel mooi gedaan, jongens. De hele goot is ook helemaal uitgestoken. We zijn net op tijd klaar voor de regen. Het begint te regenen. Nou, Lucilla wilde nog even tennissen. Maar dat kan niet. Dat wordt hem niet vandaag, hè? Wel nou, lekker zwemmen. Ja, ze gaan nog wel even lekker het zwembad inplonsen. En mama gaat zo weer lekker beginnen met avondeten. Want ondertussen zijn we alweer een hele tijd verder. Hebben de kinderen net lekker gechilled binnen. Dan hadden opa en papa nog even de vijver verder afgemaakt. En kan ik zo even lekker deze vlog gaan editen. Want volgens mij hebben we al best wel weer veel gevlogd vandaag. Ik hoop dat jullie het trouwens leuk vinden, die lange vlogs. En ja, ik kan wel stukken eruit laten om hem korter te maken. Maar ik denk, ja, misschien hadden jullie het wel leuk gevonden. En als je het niet leuk vindt, dan spoel je het maar een beetje door. Ja. Maar vandaar, jongens. We gaan lekker weer naar binnen toe. Hoppatee. Lekker chillen met onze billen. Lekker warm met ons huisje. Nou, ondertussen zitten ze even lekker te plonsen. En op te warmen, vooral in het zwembad. Dag! Hey, zeemermin. Ja, want Lucilla kan met de zeemerminnenvin zwemmen, hè? Ja. Ze heeft het nou geoefend. Ja. Nou, tot nu toe zijn dit onze visjes. Dit zijn onze visjes. Ja, oh wauw. Heel mooi jongen, ik zag het. Inmiddels heeft Lucilla al best wel veel geoefend met de zeemerminnenstaart. En kan ze zwemmen met de zeemerminnenstaart, hè? Ja. Daar gaat ze. Kijk. Kijk. Daar gaat onze kleine zeemeermin. Over water is ietsje makkelijker. Onder water is makkelijker, hè? Ja. Zwem maar onder water naar papa. Ik kan ook nog dat kusje. Ja? Heel mooi. Ik was een diep.
Ik zag je staart. Kijk, daar komt ze weer aan. Goed, schatje. Je kan heel goed zwemmen met je zeemerminnenstaart. Ja, hè? Gaat super goed. Dat is makkelijk. Ondertussen de kinderen nog lekker aan het spatteren zijn met opa en papa in het zwembad, ga ik lekker een couscous maken. Ik heb gehoord dat ik het verkeerd niet goed uitsprak, maar ik weet niet precies hoe je het dan moet uitspreken. Ik heb het zo eigenlijk altijd geleerd. Couscous. Geen idee. Maar in ieder geval, dit spul, ik zal het even laten zien. Kijk, ik heb het hier al even in deze kom gedaan. Hierin is het aan het rijzen, dat is de couscous, of hoe je het ook mag uitspreken. Deze groente ga ik er even in doen met de kruiden en de rozijnen en abrikoos erbij. Lekker, lekker. Dans mee en blijf niet staan.